Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal en vandaag een gloednieuwe video. Jullie zullen wel denken, waarom zit Jordy nou in Creative? Jullie zullen natuurlijk wel een titel zien, ik heb nieuwe settings. En een setting wat best wel veel verandering gaat brengen, sowieso in mijn Fortnite gameplay. Tenminste, dat hoop ik dat gaat gebeuren. En daarbij heb ik jullie hulp nodig. Ik wil zien dat jullie na deze Creative uitleg plus settings, video's zeg maar, die laat ik zo zien, dat jullie mee mogen bepalen of het veranderd is, de 90's, de edits, vergeleken met eerst. Dus wat ik heb gedaan is heel simpel, ik heb mijn jump heb ik nu vanaf nu op R3 staan. Dus dat betekent dat jij, als jij hem op R3 hebt staan nu, dat jij kunt springen met R3 dus, logisch. En dat je op kruisje niet meer springt. Ik heb dus vanaf seizoen 1 op kruisje gesprongen. Maar vanaf nu dus niet meer. Ik heb twee soorten 90's die ik zou kunnen leren. Want ik heb sinds gisteren dus de nieuwe settings. Hè? Dus niet denk ik van, wat is deze gast in één keer... wat is deze gast noob? Ik heb gisteren deze nieuwe settings, dus ik moet echt oefenen. Ik heb dus deze 90's. Dat zijn gewoon de normale 90's. Ja, ik heb hem een beetje... ik vind hem iets cleaner dan mijn eerdere 90's. Die waren een beetje... robot, snap je? Maar dat is niet denken, jongens. Ik speel dus sinds mijn... Sinds gisteren speel ik echt de nieuwe settings. Dus het is niet dat ik op topniveau ben. En dit weekend zullen we natuurlijk ook weer 's ochtends live zijn. Zaterdagochtend, zondagochtend zijn we natuurlijk weer live. Zullen we natuurlijk ook niet topniveau zijn. We zullen natuurlijk struggles hebben. We zullen natuurlijk tegen dingen aanlopen. Sowieso met springen. Want jongens, met springen, ik heb gisteren natuurlijk gespeeld, solootjes even. Ja, het is lastig. Het is gewoon lastig. En dat is met name doordat dat je alle handelingen waarmee je, springt. Die moet je in één keer op R3 zetten. En dat is gewoon, dat is gewoon lastig, weet je. Maar het is gewoon wennen. Dat weet ik sowieso. Oké, jullie zagen al die laatste 90, die wil ik ook gaan leren. En jullie mogen weten welke mooier is en welke beter is. Dit is nummer 1. Dit is nummer 1 die ik zo net ook de hele tijd heb gedaan. De normale 90. Dat is nummer 1. Dat is nummer 1. Ja? Oké, dan hebben we ook nog nummer 2. En dat is de struggle 90, noem ik hem momenteel nog even. Dat is wanneer je van links naar rechts gaat. Dat is deze. En die ziet er op zich heel ziek uit. Alleen... ja, zoals je ziet, daarom noem ik ook Struggle 90. Je kunt er echt veel mee struggelen. En daarom voer ik ook niet heel vaak uit. Ook op mijn Insta had ik hem ook niet gezet. Ja, het is... ik vind hem niet mooi. Ik vind hem juist mooi, maar... ja, dat is nummer 2. Dus kies even tussen nummer 1 en 2. En jongens, alsjeblieft... kijk even terug naar mijn video's en kijk naar de 90's dan en nu. Ik wil ook jullie mening weten of jullie verbetering kunnen zien. Want dat is belangrijk voor mij. Als jullie geen verbetering kunnen zien, dan stop ik op per direct met deze nieuwe settings. En dan ga ik gewoon weer over naar kruisje. Heb ik ook niet al die struggles. Dus dat is gewoon belangrijk om te weten. Oké, ik ga nu even film hoog bouwen en dan gaan we even editen. En als jullie tips hebben, jongens... Oké, ik heb nu een beetje omhoog gebouwd. Ja, en... met R-parcours zijn ze beter, want dan staan die 90's ook allemaal gelijk. Dus dan kun je in één keer door. Maar jullie kunnen heus wel een beetje interpreteren of het een beetje... wat beter is. Ik ben gewoon benieuwd, jongens, naar jullie mening. En tuurlijk, ik laat de settings over een paar seconden zien. Maar het belangrijkste is jullie mening. Wat jullie ervan vinden. En dat is gewoon belangrijk. Want ik wil, jullie weten het, ik wil op alle fronten wil ik gewoon verbeteren. Dat weten jullie ook. Dus ik moet het van jullie kant horen. Ja, dat is belangrijk. Oké, dan gaan we nu naar settings toe. Wat heb ik veranderd? Ik heb sowieso mijn X en Y sensitivity veranderd. Dus ik heb X heb ik op 8 staan nu. En de Y heb ik nu op 7,50 staan. Dan heb ik verder niks veranderd. Behalve...
De Bulldog Statistiftie, die stond volgens mij eerst op 1.9. Heb ik nu op 1.855 staan. Kan misschien omlaag, kan omhoog. Laat tips weten in de chat. In de, hoe zeg je dat? De comments. Ja, verder. Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar mijn settings. En dan natuurlijk de edit staat op L3 sinds een week nu ongeveer. Wat hebben we nog meer? Ja. Crouch en repair. Dus ik crouch nu. Ik crouch nu met kruisje. En ik spring dus nu met L3. R3. En dat zien jullie hier ook. Jump staat op R3 nu. Als we naar de build controls gaan, is eigenlijk alles hetzelfde. Change material en trap heb ik op linker pijltje staan nu. Dat stond eerst op R3 ook. Natuurlijk de edit controls. Jump staat op R3. Het select heb ik op R2 staan. En het R1 heb ik op reset. En het confirm heb ik op rondje staan. En het dead zone heb ik op 0.12 staan. En dat is wel... 0.12 is eigenlijk wat 99% aan te raden is. Natuurlijk zijn je eigen settings. Maar ik heb bij zoveel mensen gezien dat 0.12 echt wel... Ja, het beste wil ik niet zeggen. Maar wel echt heel goed is. Ja, het blijft een gare 90, die ene. Die zigzag 90. Oké. Okay. Laat weten in de beschrijving. Dit was een video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie eigenlijk snel mogelijk bij een nieuwe video. Drop een like, jongens, als je zin in hebt in een nieuwe gameplay waarin we vuur gaan maken. Waarin we hopelijk 20 bombs gaan droppen met deze nieuwe settings. Let's see. Ik hoop dat het gaat knallen, jongens. Tot de volgende video. Later.